via finale proprio, divina Je bent de ster.
good. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Dierbare familie, vrienden, zusters en broeders van de overledene, Christina Carolina van Doren, Cairo. Geboren op 17 oktober 1932 van de vorige eeuw, overleden op 5 juli 2023 en vandaag 18 juli wordt zij aan de schoot der aarde toevertrouwd. In de Bijbel staat geschreven, een mens leven is 70 jaar, zijn krachtig dan 80. Onze overledene heeft volgens Bijbelse maatstaven een hoge leeftijd bereikt. Wie lang heeft mogen leven, heeft veel levenswijsheid opgedaan. Hij of zij heeft weet van de vergankelijkheid der dingen, van vallen en op.
opstaan van falen en slagen, van komen en gaan. Hij of zij kent ook momenten van diepe vreugde die mensen aan elkaar bindt. Wij mogen dankbaar zijn voor dit lange en rijke leven en toch zijn die vele levensjaren kort. Staande bij het doodsbed van iemand die ons lief is, blijft er de droefheid om het afscheid, want liefde aanvaardt de dood niet. Wij willen graag altijd de weldoende invloed van liefhebbende mensen ervaren. In de nabijheid van goede mensen wordt de beste in ons aangesproken en er springt in ons hart een levensbron waaraan velen kunnen putten. Laat elkaar in liefde dragen die wij van binnen verdrietig zijn. Als openingslied voor deze rouwplechtigheid zijn wij samen een lied dat u vindt op bladzijde 5, O die Kono, O die Nieuwe Kono, 3 strofes. Thank you.
de gelegenheid tot een kleine dood. Inslapen betekent alles verlaten, radicaal je plannen, je werk opgeven, zelfs je bewuste leven verdwijnt. Slaap en dood zijn aan elkaar verwant. Nu uw geliefde gestorven is, zeggen wij, zij is ontslapen. De kleine dood van elke avond is een leerschool voor de grote dood. Als je elke avond je leven overgeeft in de handen van God, onze Vader, kan het niet zo moeilijk meer zijn dit definitief te doen als je uur gekomen is om naar de Vader te gaan. Laten we ons in dit uur en elke avond overgeven in Gods handen. Hedenmiddag, dierbare zusters en broeders, beste familie, bid ik met u Psalm 121. Ik richt mijn ogen omhoog naar de bergen. Van waar kan ik hulp verwachten? Mijn hulp zal komen van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij staat niet toe dat uw voet struikelt. Hij slaat niet die waak over u. Hij sluimert niet en hij slaat niet die waak over zijn volk. Steeds weer is de Heer uw beschermer. Hij staat als een wacht aan uw zijde. De zon zal niet steken bij dag, de maan u niet deren bij nacht. De Heer bewaart u voor ongeluk, uw leven is veilig in zijn hand. De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan, op deze dag en altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. Eeuwen der eeuwen. Amen. Yanda nagakonde, de engel die jou brengt, visa preise tot aan naam. Link op bladzijde 15. Yanda nagakonde, Christus. Allen die met liefde hebben uitgezien naar zijn komst.
De Heer zal u veilig overbrengen naar zijn hemelse koninkrijk. Aan hem zij de eer voor altijd en eeuwig. Amen. Woord van de Heer, wij danken God. Met u van te gaan staan, zijn kunnen staan, het eerbied van het heilig evangelie. Alleluia. Christus aan uw zijde glorie. In die tijd zei Jezus, alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Kom dan tot mij die allen die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaat. Ik zal u rust en verlichting schenken. Neem mijn juk op uw schouders en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zo zult gij rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dierbare familie, zusters en broeders, tot zover de woorden uit het heilige evangelie. Gelukkig bent u wanneer u naar Gods woord luistert, het in uw hart bewaart en ernaar probeert te leven. U zult troost vinden in deze woorden. Neem uw plaats. Is er een familielid die de levensbeschrijving aan de overledene gaat voorlezen? Onze moeder niet verloren. Daarvoor gaf zij ons te veel. Wat zij ons zei, dat bleven wij horen. Van wat wij zijn, is zij een deel. Wij komen haar overal nog tegen, in wat wij doen en in wat wij zeggen. Zij was en bleef voor ons het zegen, waarvan het spoor steeds verder gaat. Mama, Nasri di Grozi, asso di den leri fudem, al no de tapu dede, ma a de tapu she. Yo mama, dati na yu gudu. Goedemiddag, lieve familieleden, vrienden, kennissen en alle aanwezigen. Ik heet u van harte welkom op deze afscheidsdienst van onze goede moeder, oma, overgrootoma, zus, tante en neef, Christina, Caroline van Doren, Cairo. Wie was onze moeder? Mama kwam uit een klein gezin. Ze was enig kind en ook groot en ook haar grootouders hadden een klein gezin. Ze vertelde ons hoe ze verwend werd omdat haar grootouders de eerste mensen waren op Para die een winkel hadden. Ze werd enorm verwend omdat ze enig klein kind was van haar grootouders. Bewonderenswaardig is het feit dat ze ondanks haar jeugd in een klein gezin toch voor zo'n groot gezin heeft weten te zorgen. Ons
Onze moeder was een vrolijke vrouw. Ze zong altijd mee met de liederen van Ochtendbassen. Ze heeft in haar jongere jaren meegezongen in een koor. Verder hield ze van bijeenkomsten en uitstapjes, want daardoor was ze jarenlang lid van Soos Combi. Haar hobby's waren haken en tuinieren. De liefde van haar haakkeus bracht ze tot uiting in het maken van kleedjes die wij nog steeds mogen bewonderen. Christine, meer bekend als Tina, was ook een vrouw met een hart van goud. Met heel veel liefde, warmte en loyaliteit heeft Tina haar kinderen en ook pleegkinderen opgevoed. De band die zij tussen haar kinderen heeft gebracht, is zo sterk dat de liefde steeds weer overneemt en blijft bloeien. Deze warmte en liefde is in ons geworteld. Onze lieve Tina was een multi-getalenteerde Jaja Srana Uma. Tina was daarnaast ook een lieve, toegewijde vrouw die liefde voor haar gezin. Het welzijn van haar kinderen stond voorop. Zoals vele moeders toen, was ze meer dan moeder alleen. Zonder hoge scholing wist ze precies de juiste tools toe te passen bij de opvoeding van haar kroost. Door haar toewijding, de liefde en aandacht voor haar kinderen, weten wij dat ze een heel bijzonder mens was. Tina was verder een kunstenares in de huishouding en in de keuken. Haar specialiteiten waren lekkere birambi en lemmetje zuurgoed, gestoofde vruchten en ook haar zuurkool en zoute amsoi maakte ze zelf. Zo kon ze heel goed voor de pot zorgen en met het weinige wist zij heel lekkere maaltijden te bereiden. Ook in de moeilijke tijden was er altijd eten op tafel. Tina, we gaan je lekkere moxie Alizi, Antrua en Soprobo missen. Alle kinderen en kleinkinderen praten nog steeds over de smaak van het eten van u, die wij nog steeds op de tong proeven toen u nog in de keuken stond. Vooral de smaak van de pompoenmoxalesi die Tina zo goed wist klaar te maken. Blijf in onze gedachten. Maar hiernaast was zij ook heel kritisch in de keuken. Ze hield van netheid en structuur, daarom was ze altijd in de keuken te vinden en hield ze de wacht over de haar potten en pannen en lette ze er altijd op dat je handen moest wassen. Ze zei altijd bij het binnenstappen in de keuken: handen wassen, voordat je iets aanraakt. Verder was ze een goede minister van Financiën. Ze wist niet alleen goed om te gaan met geld, maar ze had altijd een soort stilletjes opgebouwde reservepot. Eigenlijk van alles. Bijvoorbeeld, als ik in de keuken stond en er waren geen mandjeblokjes meer of wat dan ook, en ik zei aan haar van: mama, er zijn geen mangieblokjes meer. Dan kwam ze altijd tevoorschijn. Met mangieblokjes die ze ergens bewaard had. Dan zei ik haar van: mama, saai die hybride blokjes. Haar antwoord was dan: meisje, altijd in kibriwan sani. En zo heeft ze vaker meegeholpen in tijd van nood.
Ze was zeer spaarzaam en dit heeft de familie en heeft dit ook op de familie overgebracht. Ondanks de zorg, je mama ruimde ook voor haar grapjes. Als je na het baden de badkamer uit wou, en dat is ze meestal bij de meisjes hoor, riep ze, de kus is veilig, de kus is veilig. Ondertussen stond ze achter de deur en het moment dat je voorbij liep, kwam ze tevoorschijn en gaf ze je als meisje een klap op je wil. Een speelse klap. We moesten dan enorm lachen. En als je zei, mama, waarom doe je dat? Zei ze lachen. Ja, maar, na vanmiddag, na mi is zo roepen, ako zo mooi toch? Mama, de liefde en de passie waarmee je ons hebt grootgebracht, zullen wij altijd als een lekkere parfum met ons meedragen. Rustig, mijn lieve Boudou. Mijn onvergetelijke moeder. Milo Miwang. Mi Blaka Rosu. Je bent niet dood. Je hebt veel voor ons achtergelaten. De liefde die verweven zit in al jouw doen en laten is onuitwisbaar. In herinnering zullen wij jou daarom altijd in het hart meedragen. Rustig, lieve Christine. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Laten we nu voor Christine, Caroline, Pandora en Cairo in gebed gaan. En uit elke vorm wie de antwoord in het eenvoudige Heer, wij vragen u, verhoor ons. Bidden wij in geloof dat God, de Almachtige Vader, zijn Zoon Christus hier moet opstaan in de doden voor het heil van levenden en doden. Laten wij bidden, Heer, wij vragen u, verhoor ons. Voor ons overledenen, Christina, Carolina, van Doorn, Cairo, die in het doopsel de kind van eeuwig leven heeft ontvangen, dat de Heer haar voor altijd de gemeenschap met de Heiligen wil schenken. Laten wij bidden, Heer, wij vragen u, verhoor ons. Voor ons overleden familieleden, vrienden, kennissen en bekenden, voor allen die ons goed deden, dat de Heer hun loon naar werken zal geven, laten wij bidden, Heer, wij vragen u, verhoor ons. Voor allen die zijn ontslapen en vol hoop uitzien naar hun verrijzenis, dat de Heer hen welwillend zal opnemen in het licht van zijn aanwezigheid. Laten wij bidden, Heer, wij vragen u, verhoor ons. Voor onze broeders en zusters, die in geloof en eerbied hier bijeen zijn gekomen, dat de Heer ons bijeenbrengt in de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Laten wij bidden. Bidden wij ook voor de familie, die momenteel in rouw is ondergedompeld, dat hij de kracht mag geven om overeen te staan. Dat zij de mooie herinneringen mogen vasthouden en dat zij geloven dat het leven sterker is dan de dood. Laten wij bidden. U hebt enig moment stilte voor uw eigen persoonlijke gebeden. Laten wij bidden, Heer, wij vragen u, verhoor ons. Aangespoord door het gebod van de Heer,
en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij samen te bidden het gebed dat Jezus ons zelf heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heer, mogen ons gebed ten goede komen aan uw overleden dienares, Christina Caroline van Doren Cairo. Maak haar vrij van al haar zonden en laat haar delen in uw verlossing door Christus onze Heer. Amen. Er zal nu een collecte gehouden worden. Deze collecte zingen we samen, lied op bladzijde 3, Maria Umama, Binotu Nakaba, Yedoro Dan Maria, Yedoro Umama, 4 strofes. Thank you.
om de laatste eer te brengen aan deze mens, staan wij hier rond haar stoffelijk overschot. Haar lichaam was Gods eigen scheppingswerk en straalde Gods heerlijkheid uit ten einde toe. Wij houden ons ogen gericht op het kruis van Jezus Christus. En wij spreken uit en overtuigend geloof dat onze God deze mens tot over de dood heen bij zich zal nemen en eeuwig leven schenken. Daarna zal ons altijd bijblijven. Die naam spreken wij nu uit met eerbied en genegenheid. Christina, Carolina, Cairo, Verhuub van Doren. En wij bidden, Heer onze God, herinner u haar naam, die zij van mensen heeft ontvangen, en waarin zij gekend wordt ook nu na haar sterven. Die naam heeft Heer God, onze barmhartige Vader, geschreven in de palm van uw hand, ten teken van onze hoop dat God aan Christina en aan ons allen een nieuw en onsterfelijk lichaam zal geven. En op de getuige van ons geloof in de verrijzenis, zal het haar stoffelijk overschot zegenen met gezegend water. In doopsel is een kind van God geworden en al haar tekortkomingen nu ook worden weggewassen. Ik zal haar lichaam ook willen brengen met wierook, want haar lichaam was de tempel van de Heilige Geest. Tijdens het besprenkelen met gezegend water en bewieroking zingen wij samen Dresiniu Omidatra. Yumi Tatra Dresimi, Tiki Brudu, Tiki Watra, Tiki Ala Wasimi, dat zijn de 19 twee strofes. Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs, dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem. Moge het koor van de engelen u ontvangen en moge u met Lazarus eens van armen de eeuwige rust ontvangen. Goede Vader,
Geef Christina, Carolina, Carlo, Gudrun van Doren de eeuwige rust. En het eeuwige licht verlichte haar, dat zij rusten in vrede. Amen. Met uw plaats. Wens de familie nog het laatste woord en dank om uit te spreken. Niet in ieder tegelijk. Nog de zegen te geven bij het einde van deze viering. Ik moet uit om te gaan staan en bid over van zegen. Van straks wel thuis, de vrienden naar huis gaan. Maar als u geliefde Christina later gaat begeleiden naar haar laatste rustplaats, gaat u met God. Wees dat u altijd met u zal zijn, die altijd zal dagen, ook in momenten als deze. Bid uw hoofd voor God zegen. De Heer zei met u. Zo zegenen en behoeden u de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u allen heen in vrede. Wij danken God. Als slotlied zingen wij samen, u mag plaatsnemen. U zij de glorie, opgestaande Heer. U zij de victorie, nu en nimmer meer. Bladzijde 7, 3 strofes. Thank you.
Mare caro rimetti you. No tenta bere far away for you. Na in your libi. Muila ti. A caro rimetti you. Sami a tranga. Te ale fado. Kenki sato.
water. Water. You can open. Protes bij IGEO. Familieleden, vrienden en kennissen, mag ik u namens de Sharon Brown Veen Sterren wensen. Laat u haar los, zodat ze een vrije gaan. Laten we voor haar bidden dat de Heer geen rechter, maar een zaligmaker voor haar mag wezen. Voor straks wel thuis en een gezegende tijd verder. Het gaat u alle goed. Sterkte. Alles erin, hè? Ja, ik zet het met me. Ik heb het voorlopig. Deze groot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Hij zei de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van ons volk. Heilige God, Maria, de van God. Iedereen wil een beetje leren, want je iedereen naar beneden. Iedereen naar beneden. Do we be-
Eccolo come dire detto. Salut, le voisin.
En de mooie woorden van de afgelopen dagen. Bedankt naar iedereen die er gisteren bij was en bedankt iedereen die de livestream heeft gekeken. We hebben de steun vanuit Nederland op waar u bent ook gevoeld. En de Ik heb een foto. Is hier.